Hij is de bekendste bioloog van Vlaanderen en omstreken, Dirk Drouwlands. Schrijft prachtige miniatuurtjes over dieren die hij tegenkomt rond zijn huis of tijdens een mooie wandeling. En ze zijn allemaal gebundeld in de boeken die hier voor me liggen met één titel. Beestenboel, Beestenboel Bies en Beestenboel. En dit is de laatste dan natuurlijk, Bies Bies. Dirk Drouwlands, welkom. We hebben je onder andere uitgenodigd voor je passie voor natuur. Maar ook omdat er deze week, aankomende week, start de biodiversiteitsklimaattop van de Verenigde Naties in het Canadese Montreal. Weer een top. Eerst even. Dit zijn prachtige verhalen over allerlei dieren die wij zelf nog kunnen zien, die er nog zijn. Waar begint jouw passie voor wat je hier hebt opgeschreven? Het is er altijd geweest. Altijd. Ik herinner me dat vanaf zo kleins af aan. En als ik de verhalen hoor van vroeger van mijn grootouders en nu van mijn moeder. Er zit blijkbaar iets natuurlijks in mij. Aandacht voor andere dieren dan de mens. Heb je een voorkeur? Is er een dier waar je altijd naar kijkt of uitkijkt? Ja, er zijn er een paar waar ik specifiek mee bezig ben, omdat ik die in mijn leefomgeving zie. De lepelaar is er daar een van. Ik ben als burgerwetenschapper betrokken bij een project dat trouwens in Nederland zijn roots vindt. Dus de lepelaarwerkgroep met lepelaars die gekleurmerkt zijn af te lezen en te volgen. Van, zijn dat alles dezelfde dieren die terugkomen? Ik ben altijd blij met de terugkomen. Ik ben een van de grootste verdedigers van de terugkeer van de wolf in Vlaanderen en in Nederland. Daar maak je je niet populair mee, waarschijnlijk. Maken we ons niet populair mee, maar bon, goed, dat moet dan maar, dat hoort er dan bij. Maar ik kan blijven openstaan voor alles wat ik zie. Hè. We hebben met KNAK, het weekblad waar ik al 35 jaar voor werk, een actie Maai Mij Niet heet dat. Dat is elk jaar dat we de mensen vragen in de maand mei hun gazon niet te maaien, hun gras niet te maaien. Dat gaat trouwens vanaf volgend jaar ook in Nederland beginnen. En dan kun je op safari gaan in je eigen tuin. En dan heb je zo, in de plaats van de leeuwen en de tijgers, heb je de mierenleeuw en de tijgerspin. Maar elke keer weer op nieuwe dingen. Dat je ziet. Ik was vorig jaar in september op vakantie in Schiermonnikoog. En daar zagen wij op strand, mijn vriendin en ik, op een gegeven moment een zeearend letterlijk uit de zee komen. Wat op zichzelf al spectaculair was, maar wat ik dan echt het mooiste vond, was iets dat ik niet kende. Dat je dus in die plasjes die achterbleven op strand bij het terugtrekken van het zeewater duizenden kleine hermietkreeftjes, ook wel boksertjes geheten, zag. Waar wij uren naar staan kijken hebben, omdat we die beestjes ook niet kenden. En zo ontdek je van alles. En die zijn plezant om verschillende redenen. Om te beginnen hebben die dus een huisje nodig van een slak, die achter een leeg slakkenhuisje. Maar als die groeien, moeten die van huisje veranderen. Dan is het dan bras, hè, ruzie, omdat de huisjes zijn beperkt. Ja. Of als er een vrouwtje dus bevruchtbaar is, veel gedoe, want er zijn veel mannetjes die allemaal willen. En die hebben scharen, een kleine schaar en een grote schaar. En met de kleine schaar houden ze bijvoorbeeld het vrouwtje vast om te proberen dan die paring te doen. En met de grote schaar gaan ze dan de venten wegboksen, hè, om de concurrentie af te slaan. Zo'n Mike Tyson. Dat soort dingen, als ik dat dan zie, daar kan ik echt zo mateloos van genieten. En dat sterkt mij elke keer weer opnieuw in mijn overtuiging. En dat zijn ook de verhaaltjes die ik in die boeken probeer mee te geven, die beestenboelverhaaltjes, in de overtuiging van voor die biodiversiteit te blijven vechten. Daar gaan we het over hebben. Maar jij noemt de wolf, die is terug. Jij noemt de lepelaar. Ik had vroeger als kind had ik een abonnement op een blaadje, de lepelaar. Dat was toen opgericht omdat de lepelaar bijna uitgestorven was in Nederland. Ja. En al die dieren, die zijn langzaam terug. Je noemt de zeearend, die was ook helemaal verdwenen. Ja, ik heb nu een paar van de... Hoezo gaat het slecht met de biodiversiteit als al deze dieren terugkomen? Maar ik trek mij dus op aan de weinige succesverhalen. En om te beginnen, in Europa komen wij van geweldig ver. We hebben dus echt de voorbije honderden jaren zo goed als alles uitgeroeid wat enigszins volume had, dus groot was. Al die roofdieren zijn eruit gegaan met een gigantische vervolgingscampagne. En nu sinds de jaren 70, 1970 ongeveer, dat die beschermingsmaatregelen beginnen te komen, dat is dan het goede nieuws, komen die dieren terug. Alleen wil dat dus niet zeggen, dus het bewijst dat bescherming werkt, het bewijst alleen niet dat het hier goed gaat met de biodiversiteit in Europa. Want als we dan kijken naar de akkervogels, de kieviet en de leeuwerik, die zijn weg. Die zitten alleen nog in de natuurgebieden. Als je kijkt naar de meer algemenere dieren, de mus en de spreeuw, dat zijn van de vogels die het sterkste achteruit gaan. Maar omdat je er toch nog een paar blijft zitten, dringt dat niet zo altijd door. En als ik dan bijvoorbeeld, vorige herfst was er bij ons in de tuin, in de vlinderstruik, en dat was over heel Vlaanderen zo, en ongetwijfeld ook in Nederland, die zat knalvol Atalantas, de vlinder die dus op de cover staat van de Beestenboel Business. Die zie je overal altijd. Hè? Ja, die zie je nu overal en altijd, maar dat is wel in mijn jonge jaren op zo'n vlinderstruik zaten er in de herfst 10, 15 verschillende soorten dagvlinders en nu nog maar één, de enige die het goed doet. En dan denken mensen van, ah, de vlinders zijn terug. Nee. Ene vlinder doet het goed, want die profiteert onder meer van het feit dat zijn rupsen op brandnetels zitten. En brandnetel is een succesverhaal. En dan
Trouwens, dit jaar in augustus veel te warm, de brandnetels kapot, geen Atalanta's meer in de herfst. En dus het hangt zo allemaal op te samen. En we moeten ons niet miskijken op die succesnummers. En zeker niet wereldwijd, want wereldwijd blijft het catastrofaal. Dat is duidelijk en de cijfers wijzen dat ook uit. Dat de biodiversiteit in een sneltreintempo afneemt. Nu moeten we het hebben over het brandbare onderwerp. Dat speelt bij ons en bij jullie ook. In Nederland worden er maatregelen genomen om boerenbedrijven op te kopen. Er staat heel veel geld voor klaar. En die ruimte vrij te maken voor de natuur. Te maken met stikstofuitstoot. Dat is bij ons ook zo, ja. Bij jullie ook zo, hè? Hier zijn de boeren onder andere, dat zagen we het afgelopen jaar, met trekkers naar het parlement gereden. Bij jullie ook zo? Bij ons is er ook veel protest, ja. Hier wordt de minister van Stikstof en Natuur bedreigd, tot aan de voordeur van haar huis, waar de familie zit. Bij jullie ook zo? Bij ons hing er onlangs aan een tractor, een strop met een pop aan en daar stond de naam van de minister op. En de minister is bij jullie? Zwaldimir. Ja. Die gaat daar keihard tegenaan. Ja, die blijft, dat is, vind ik fantastisch. Want het is om te beginnen is het voor de eerste keer in 25, 30 jaar dat er een minister is van omgevingen, waar dat bij ons alles pakt. Maar landbouw zit niet bij iemand anders, maar omgeving is uiteraard ook voor een deel het landbouwlandschap. Voor de eerste keer in 25 jaar een minister die rekening houdt met de effecten van andere aspecten van de maatschappij, zoals de landbouw, op de natuur. Daarvoor werd dat altijd onder de mat geschoven, vooruitgeschoven. Het is ingewikkeld, dus we moeten die sectoren. En zij is niet bang. Zij is niet bang voor de oppositie. Zij is niet bang. Zij wordt, integendeel, ze wint daar populariteit mee, want zij krijgt bij ons het imago van een minister die durft en doet. In tegenstelling tot die lapswanzen van vroeger en die labbekakken van vroeger, die echt van, ja, het is ingewikkeld. En zo kom je uiteindelijk in een situatie waarin het echt catastrofaal wordt. Het stikstofverhaal, en dat is dan vooral een kwestie van landbouwvervuiling als het over natuur gaat. Als we die stikstof niet onder controle krijgen, kunnen we eigenlijk beter nu op dit moment stoppen met investeren in natuurbehoud. Het gaat allemaal zinloos zijn, want het gaat allemaal overwoekerd worden door die woekeraars die profiteren van die stikstofvervuiling. De brandnetels, de bramen. Ja. He, dus je kan zwaar investeren in natuurbehoud, maar dat haalt niks uit als je die stikstofvervuiling niet onder controle gaat krijgen. Er zijn heel veel boeren die zeggen, dit is allemaal onzin. Wij zijn aan het innoveren. Wij zorgen ervoor dat die stikstof dat onder controle komt. Wij doen zelf aan inclusieve landbouw. We krijgen overal de schuld van, terwijl wij juist eeuwenlang de beroepsgroep zijn die ervoor gezorgd heeft dat de natuur wel kon floreren. Ja, dat kon 100 jaar geleden, konden ze dan mee wegkomen met die analyse, toen we nog dat kleinschalige landbouwlandschap hadden, waar dat dieren wel meegenomen werden in het verhaal. Maar sinds de jaren 50, sinds de grote vooruitgang, hè, dus na de Tweede Wereldoorlog en al die grote landbouwplannen, heeft men de landbouw zo omgetuned naar iets dat zo compleet natuuronvriendelijk is. Monoculturen, gigantische megastallen ondertussen, weinig of geen rekening gehouden met die vervuilende aspecten. Pesticiden daarbovenop, waardoor dat je bijvoorbeeld de insectenpopulatie ziet crashen misschien wel 3/4%, dat zwaluwen en de koekoeken, hè, vogels die iedereen geweldig vindt, inbegrepen een aantal boeren, hè, die in de lente altijd plezante die terugkomen, die crashen omdat die te weinig insecten vinden. Dus alles hangt zo altijd samen en die slinger is gewoon veel te ver doorgeslagen naar economisch rendement, naar puur comfort voor de mens en al de rest gooien ze overboord. En die slinger is zo ver doorgeslagen dat zich dat tegen ons begint te keren. De landbouw komt zelf onder de problemen door het feit dat bijvoorbeeld de bodems onleefbaar worden, omdat er letterlijk geen leven meer in zit. En men heeft dus aangetoond dat een bodem waar dat bijvoorbeeld nog regenwormen in zitten, tot 25% meer rendement geeft voor de landbouw die erop staat. En dat moet men dan compenseren met die technologische maatregelen, de pesticiden en al erop. Dat kan niet blijven duren. Jij woont in de buurt van Antwerpen, in een buitengebied, tegen een natuurgebied aan, hè? Dat is een natuurgebied dat 15 jaar geleden landbouwgebied was, maar dat omgetuned is tot natuur als gevolg van compensatie die Europa vereist. Want dat is dan nog een goede maatregel wat Europa gedaan heeft. De Europese regelgeving, iets van die aard, door technologische uitbreiding, in dit geval de haven van Antwerpen, gaat er natuur verloren. Dat mag alleen als je die natuur compenseert. En dat zie je daar de soorten weer terugkomen? Direct terug, dat is onwaarschijnlijk. Creëert natuur en die dieren en die planten die komen terug. Dus het kan nog altijd, dat is nu net het punt. Het is anders dan vroeger je hoeft ook in het natuurbehoud niet terug naar het oprakelen van de nostalgie van vroeger, maar laat ons rekening houden met die moderniteit en die dieren die er nog kunnen en plannen naar de toekomst toe, een leefbare omgeving. Jij loopt daar in dat natuurgebied wat weer gecreëerd is bij jouw huis. Wanneer dacht je bij het zien van welke vogel, welke dier, welke rat, welke muis,
godzijdank, die is er weer. Ja, in het geval waar ik op kijk, is dat, dat zijn vogels die jullie ook kennen hier in Nederland. De grutto en de wulp, de tureluur, de echte weidevogels, die natuurgebiedvogels geworden zijn. Maar die hebben wij nog. En toch kan dat. Hè. Er is hier een voorbeeld geweest van een boer in Nederland, Fleurik Nijdam, als ik mij de naam goed herinner. Een boer uit Friesland, melkveehouder, die zijn eigen gebied, 45 hectare, denk ik, zogenaamd plasdras beheert. He, dus veel natter laat liggen dan de klassieke boeren dat doen, waardoor dat je dus een soort weideachtig, nat weidegebied, een beetje kruising tussen moeras en weidegebied. En die heeft op zijn gebied 130 koppels grutto's. Dat is meer dan 10% van de volledige Vlaamse broedpopulatie van de grutto op één gebied. En die verkoopt zijn melk met een kleine meerwaarde, omdat hij dat dus grutto-vriendelijk beheert. En is een van de weinige melkveehouders die nog redelijk goed verdient aan zijn stiel. Dus samenwerken met natuur en landbouw, dat is mogelijk. Alleen moet je af van dat, obstinaat meegaan in die grootschaligheid, die technologische middelen, die pesticiden. En al de rest is irrelevant, want dat maakt het onleefbaar en dat brengt de voedselzekerheid in het gedrang. Dat is allemaal niet waar. Je kan door die samenwerking en die inclusiviteit en die verweving van natuur en landbouw, zowel voor de natuur als voor de landbouw, zowel voor de consument als voor de landbouwer, meerwaarde creëren. Zeg, je bent een haastig man, je hebt een grote boodschap en die vertel je met, op een Max Verstappen-achtige manier in deze uitzending. Jij vertelde ons ook, ik hoor in de radio, op de radio tegenwoordig in de auto heel vaak een Nederlandse zanger voorbij komen die een protestlied heeft geschreven over waar wij het nu over hebben. Vertel. Een van de helden uit mijn jeugd, Boudewijn de Groot, kleinkunstenaar uit mijn jeugd, die een fantastische liedjes over de problemen van de jongeren zong en zo. En die heeft nu een liedje gemaakt, Aarde heet dat, waarin dat hij dus bezingt hoe dat de aarde dus zich verzet tegen wat de mensheid aan het aandoen is, op een bepaalde manier ook wraak begint te nemen, door bijvoorbeeld het coronavirus los te laten en insectenplagen te creëren. Dat is niet waar. Ik bedoel, de aarde neemt geen wraak, de aarde trekt zich geen zak aan van wat de mens doet, maar helpt de mens ook niet noodzakelijk. En als wij te ver gaan in het mismeesteren van de rest van het leven, dan gaat die aarde op een gegeven moment zeggen van, het is wel geweest. En, maar het is zo mooi als beeld dat, dat hij op zijn oude dag, zal ik maar zeggen, want wij zijn min of meer, well, hij is iets ouder dan ik, maar het zal niet veel schillen in leeftijd, dat hij dat toch nog ziet en dan die jeugdnostalgieverhalen van vroeger, over jongeren die het moeilijk hebben en armoede. En, dus nu vertaalt naar echt die grote problemen rond die aarde die ons niet meer aan kan en zegt van, hop. Dit is een fragment van het nummer Aarde van Boudewijn de Groot. De aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken. En zal ze ons bestoken met cholera en pest. Met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen. Met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen. En onze doden tellen. Is alles wat ons rest. Dirk, dit is een prachtig nummer van Boudewijn de Groot, Aarde. En dus dat bij jullie veel te horen op de radio. Ja, maar dat stond een paar weken geleden, zelfs op 3 in de top 30, denk ik, van Radio 1. Ja, heb je daar een verklaring voor? Want we moeten natuurlijk in Nederland hier ook naar gaan luisteren en naar gaan kijken. Hoe kan het dat Belgen dus kennelijk veel ontvankelijker zijn voor een prachtige tekst en een mooi lied van Boudewijn de Groot dan wij Nederlanders? Geen flauw idee. Ik bedoel, er leeft toch ook een grote natuurbeweging, natuurbewustzijn in Nederland. Maar ja, als je ziet dat een Vlaamse hit van vroeger ondertussen in Oekraïne... Ja. Laat ons zeggen dat de wereld van het lichte lied een rare kronkels maakt. Zeker weten, ja. Ja. Maar het is mooi dat het is een prachtig nummer is. Ja. Nog één punt. Jij bent zelf natuurlijk een rebel. En je verzet je tegen alles en iedereen voor in dit geval een belangrijk doel. Je hebt je ook verzet, las ik in een interview met je, tegen je vader. Die is overleden en die was ingenieur en gespecialiseerd op nucleaire energie, kerncentrales. Ja, mijn vader was kerningenieur, ja. Wat heeft jouw vader tegen jou gezegd in de jaren 70, 80? Ja, ik weet dat, want mijn vader... Ik was als tiener natuurlijk... dat was een geëikte manier om te rebelleren tegen mijn vader. Hè, want wat dat nu het klimaat was, was in mijn jeugd de angst voor de nucleaire holocaust. En die kernenergie die de opgang maakte. En mijn vader zat er dan in. En op een gegeven moment werd dan politiek beslist van... we gaan dat niet verder uitbouwen, omwille van de risico's. En ik heb het eens proberen te reconstrueren. Dat moet in 1978 geweest zijn dat mijn vader zei van... ze gaan er nog spijt
spijt van krijgen van die verder in te zetten op die kernenergie. Want er is iets op komst dat veel meer problemen gaan veroorzaken dan dat kernenergie ooit zou kunnen. En dat was de klimaatopwarming. Dat zei hij toen al? Ja, ja, dat was toen al bekend. Dat zei jij? Er is trouwens een document opgedoken via Roger Cox, de man, de advocaat van Klimaatzaak. Die in 1966 was er al een document van de Amerikaanse Petroleum Federatie waarin dat alles aangekondigd werd wat nu de realiteit ontworden is. Dat wist men toen al. En ja, dus, maar goed, die kernenergie, dat blijft natuurlijk dat is geen risicoloos verhaal. Alleen is natuurlijk de impact van die klimaatopwarming, dat beïnvloedt letterlijk alles. Dat gaat op atmosferisch niveau, dat beïnvloedt de biodiversiteit, dat beïnvloedt ons leven. Dat zijn dingen die wij niet onder controle gaan krijgen. Ik bedoel, die krachten in die natuur, dat zingt Boudewijn de Groot heel mooi. We moeten ons niks wijsmaken. Die krachten zijn van die aard dat we dan niet met technologie allemaal onder controle gaan kunnen houden. Heb jij je verzet tegen je vader toen hij dat toen tegen... Ja, maar achteraf heb ik mij daarvan... Dat hoort er natuurlijk bij het jong zijn. Maar achteraf... ik ben op dit moment... voorstander van het verlengen van de kerncentrales. Omwille van het verminderde risico in het investeren van extra fossiele brandstoffen. Maar ik zal er geen nieuwe bij bouwen. Nee. Dus dat is een ander verhaal. Zegt die klimaattop, die begint volgende week woensdag... over de biodiversiteit in Montreal in Canada. Nou ja, we weten hoe we die vaak lopen. Veel blabla, zoals Greta Thunberg zegt. En kijken wat er dan gebeurt. In ieder geval liggen de beesten en de zaken die jij beschreven hebt... hier in deze drie boeken voor ons. Ontzettend bedankt voor je komst en je mooie betoog over wat er moet gaan gebeuren. Dirk Drouwlands, dank je wel. Dit was het voor Buitenhof vandaag. Ik wens u nog een hele mooie zondagmiddag en heel graag tot volgende week. Tot ziens.